Een hoop bijzondere figuren donderdagmorgen in het centrum van Dordrecht. Nee, lang leven Dordrecht, lang zou ik zeggen. Dordrecht. We zijn blij weer even terug te zijn. Onder andere Johan en Cornelis de Wit kwamen na 400 jaar weer eens een kijkje nemen in hun stad. Sommige dingen herken ik niet meer zo goed, maar het is altijd fijn. Ik voel me hier thuis. Ja, het is fantastisch. En ook weer bij onze oude school. Dus het is heel leuk om weer even uit de dood op te staan. Niet alleen deze belangrijke politici uit de historie kwamen een kijkje nemen. Ook leraren, straatschoffies en piraten kon je tegen het lijf lopen. Het Johan de Wit Gymnasium vierde namelijk hun 765-jarig jubileum. En dat deden ze met een vossenjacht. Dat vieren we heel graag met z'n allen. Met de leerlingen, ouders, collega's. En daar hebben we dit jaar 3 dagen voor gereserveerd met allerlei verschillende activiteiten. Ik vind het prachtig dat het zo groot geworden is. Ja, dat onze kleine elitaire Latijnse school zo'n succes is geworden. Dat er zoveel mooie elitaire kinderen in en rond Dordrecht wonen. Dat vind ik geweldig. Het gymnasium is de oudste van het land en daar zijn zij heel trots op. Zeker omdat er hele beroemde leerlingen naar de school zijn gegaan. Die vossenjacht die we vandaag hebben opgezet is eigenlijk bedoeld om de leerlingen wat historisch besef bij te brengen. Dat ze een beetje begrijpen van ja, ik ben eigenlijk onderdeel van die hele lange geschiedenis van onze school. En dus daarmee ook onderdeel van de geschiedenis van Dordrecht. En we willen daarom de leerlingen ook iets mee laten leren, uiteraard. Over Johan de Wit zelf, Cornelis de Wit, die kan je tegenkomen. Ja, nou, we zijn het oudste gymnasium van heel Nederland. En dat voelt natuurlijk heel bijzonder. En nogmaals, daar zijn we heel trots op. Vandaar dat wij om de 5 jaar daar ook altijd wel tijd voor in roosteren om dat met z'n allen te vieren. In 1253 werd het gymnasium als parochieschool opgericht. Daarna ging de school onder andere als Latijnse school en stedelijk gymnasium door het leven. Maar sinds 1953 is de school vernoemd naar hun meest beroemde oud-leerling, Johan de Wit. Johan de Wit, weten wij, heeft in 1642 ongeveer eindexamen gedaan bij ons op school. En dat was dus hier op deze locatie, nu de Clarissehof is en de filmhuis De Movies. Maar ben je niet jaloers dat hij niet naar jou is vernoemd, maar wel naar je broer? Ja, ach. Nou ja, ik sta ook in de geschiedenisboeken. Mijn broer heeft net iets meer gedaan. Zo is het. Ja? Ja. Niet per se jaloers of dat je denkt van, dat had ik ook wel willen hebben? Nee, we deden eigenlijk alles samen. Ja, we zijn echt vrienden en broers tegelijk. Ja.